ook nog verder uit. Zo werd hij later zelfs de baas van de beheerders, conciërges geheten. De zaken gaan goed, dacht Tonnemans bij zichzelf. Ik ga maar eens een beetje leven. En dan mijn vrouwtje, kocht een huisje en plantte zich wat voort. Een paar stevige kereltjes was het gevolg. Hij leefde als een lord, hoewel de boys wel kwijt de hand voor waren. En zijn vrouwtjes zijn nou ook niet direct altijd ja en amen. Maar dat kon Tonnemans niet deren, hij sloeg zich overal doorheen. Geholpen door zijn scherpe tong en plagerige geest bleef hij iedereen de baas. Ging dan alles maar altijd even soepel? Nee, dat was bepaald niet waar. Tonnemans hield niet van systemen en ook niet van registratie, zoals zijn zure baas dat vroeger altijd deed. Die had overal tekeningen van gemaakt, pasvormpjes, mallen, ophangborden met haakjes, administratielijstjes, etiketjes, alles was gerubriceerd. Maar zo was Tonnemans niet. Dus dat werd langer wachten voor de mensen en langer zoeken voor Tonnemans. Naar sleutels, naar gereedschap, naar klussenlijsten, naar plattegronden, naar plannen, naar overzichten en soms ook naar zichzelf. Hij wist ook alles beter, al was dat juist niet altijd waar. Hij lulde iedereen van tafel, dat hield hij namelijk altijd langer vol. Want zo was hij. Murf geswampt liep menigeen hoofdschuddend van zijn werkplaats weer vandaan. Tegen zo'n woordenstroom konden ze eenvoudig niet op. Bovendien zat niemand erop te wachten dat hij in de maling genomen werd, want dat kon hij. De drempel van de werkplaats werd weer bijna net zo hoog als onder de tijden van de zure man. Gelukkig was Tonnemans de kwaadste niet en kwam desnoods overal op terug. Het klussersteam waste elkaar af en toe flink de oren en zo kwam alles uiteindelijk toch weer goed. 25 jaar werkte Tonnemans er al en hij was totaal tevreden. Het mooie gebouw stond inmiddels bol van de krioelende kinderen. Zij hadden de geestelijke verdrongen. De paardige bazen waren ook verdwenen. Daar waren jonkies voor teruggekomen. De hoeveelheid klussen hadden zich verdubbeld, maar toch hielden Tonnemans en zijn mannen zich staande. Maar we houden hem scherp in de gaten. Zodra hij je aankijkt, onderzoeken we de blik of deze een zure uitstraling heeft. Zodra hij lacht, kijken we of zijn tanden niet uit elkaar zijn gaan staan. Zodra hij spreekt, kijken we of de tong niet al te scherp wordt. Maar tot nog toe gaat het goed met Tonnemans. De groeten. Nou, ik ben er heel blij mee. Ik zal even voor één keer mijn tanden laten zien. Ik hoop dat het nu nog goed eruit ziet. En dat ze nooit te ver uit elkaar komen te staan. En mocht het zo zijn, zeg het me dan even. Ik heb gehoord dat er veel meer weet waar we nu naartoe moeten. De boswachter wacht. We konden hem niet bereiken, die werd daar een keer gebeld. De boswachter Rien staat.